beneden is de kerncentrale bij de afslag Montélimar. Voor mij al een vrij oude jongen. Zo te zien, 4 reactors. Prachtig hoor, die kernenergie. Geen CO2. Relatief goedkoop. Maar het is zo link, joh. Het is zo link. Als er iets gebeurt, als er echt iets gebeurt. Je kunt er niet meer bij, hè. Je kunt er gewoon niet meer fatsoenlijk bij. Dus dan staat er een pannetje uranium lekker te pruttelen. Met alle gevolgen van dien. We hebben het in Japan gezien, we hebben het Tsjernobyl gezien. Wat voor een ellende het is. En Japan is toch niet het minste land. High-tech, maar... ze kregen het niet echt voor elkaar om het snel te stoppen. Het heeft maanden geduurd. Ja, dat is onacceptabel. Even los nog van de straling voor de omgeving en het afvalprobleem. Je moet een incident kunnen oplossen. Zeker als het zo ernstige gevolgen kan hebben. En dat kan met kernenergie op uranium niet. Misschien wel met thoriumreactoren als die ooit ontwikkeld worden. Maar kernenergie op uranium, dat is gewoon te link. Jammer, want het is eigenlijk prachtig.